Breda Nu. Je weet het meteen. Valentijnsdag staat weer voor de deur. De dag om iets voor je geliefde te doen. En wij zijn hier in de binnenstad om de Bredanaars te vragen wat hun plannen zijn. Nou, Valentijnsdag staat weer voor de deur. En ik ben eigenlijk wel benieuwd, meneer. Gaat u nog wat speciaals doen? Nee, wij, net als Moederdag en Vaderdag, wij doen aan al die dingen eigenlijk heel weinig. Ik ga eigenlijk niks speciaals doen. Nou, ik ga wel voor mensen wat doen, want ik moet werken. Dus dan ga ik mensen bedienen op Valentijnsdag. Okay. Heeft u, maar als u toch iemand zou moeten kiezen, voor wie zou dat dan zijn? Wel voor mijn vriend, maar we gaan niks doen verder. Ik doe eigenlijk nooit aan Valentijn. Oké, maar heeft u wel bepaalde andere momenten dat u iets speciaals doet voor uw man of voor uw vriend? Nou ja, verjaardagen. Maar, en voor de kinderen koop ik meestal, want ik zeg wel eigenlijk ik doe niks, maar meestal koop ik iets heel kleins. Ik ben niet zo romantisch. Ik ben bang voor niemand. En ik kan ook werken. Oké, heeft u ook niemand op het ogen van u denken van, ah, die zou ik wel in het zonnetje willen zetten? Wel iemand die ik in het zonnetje zou kunnen zetten, maar die is ook aan het werk, dus ja. Zou die daar misschien een boodschap voor doen? Misschien dat ze het wel ziet? Die weet ervan. Jij? Ik heb wel voor een paar vriendinnen Valentijnskaarten gekocht, omdat hun net gedumpt zijn of uit huis moesten. Dus ik dacht, oké, dan geef ik ze iets leuks op Valentijn. Een beetje troosten, zeg maar. Verwacht je zelf ook nog iets te krijgen? Nee. Ik ga eigenlijk niks speciaals doen met Valentijn. Heeft u wel iemand op het oog voor wie je wel dan, als het zou moeten, iets speciaals zou willen doen? Jazeker, voor mijn vriend. Maar wij doen eigenlijk niks speciaals. Eigenlijk voor niemand, want ik vind Valentijnsdag eigenlijk een heel commercieel verhaal. Dus ik denk als je een beetje romantiek moet hebben, denk ik dat je 365 dagen per jaar romantiek moet hebben. Dus u doet gewoon wat romantisch wanneer u vindt dat het er tijd voor is? Ja, dat doen we heel graag en heel veel. Nee, uit eten. Nou, liefde gaat door de maag toch? Ja, precies. Net als bij een man hoor. Ik heb al wel even gekeken hoe het zit met de parfums in haar kast. Er mag wel weer wat bij, maar ik weet dat mijn vrouw meer is van laat ik eerst al het spul maar eens opmaken voordat er een nieuwe moet komen. Breda Nu. Je weet het meteen.